FC Utrecht is afgereisd naar Wenen-Wiesel voor het tweede oefenduel van deze week. Go Ahead Eagles, de huidige nummer 13 van de Eredivisie, is de tegenstander. En Utrecht begint sterk met Mike van der Hoorn richting Sander van der Streek. Die legt de bal klaar voor Mimoun Mahi. De man die naar binnen dribbelt, voor het schot gaat en een redding van Job Schuurman. Eerste echte wapenfeit in deze eerste helft. Wederom Utrecht met Otman Boussaïd. Lekkere voetbeweging en een nog veel fijnere paas naar Timber. Die ziet dat Mahi er nog beter voor staat. Maar het is Job Schuurman, de doelman, die wederom erg goed oplet. En dan de Eagles met een diepe bal van achteruit. In de richting van Javencio van der Kust, die de bal dan wegkopt. En daar is Isaac Liedberg. Die scoort de 1-0. En dat is toch een doelpunt dat met enig fortuin tot stand komt. Via de rug van deze Fabian de Keizer. Utrecht dat eigenlijk een minuut later alweer op gelijke hoogte moet komen. Krijgt de kans cadeau, maar ook in tweede instantie geen Mahi. Zo is 1-0 de ruststand in Wenen-Wiesel. Dan de tweede helft met Van der Hoorn. Lekker hakje van Timber. Effectief vooral. En via Van der Kust is dit Ramselaar. Die speelt de bal net achter Mahi. Kan de bal toch controleren. Lekker paasje van hem naar Doefikas. En daar is de gelijkmaker. Fijne goal van Utrecht naar die no-look-pass van Mahi. Prachtig. En Doefikas als een coole kikker. 1-1. Een meer dan verdiende tussenstand. En langs de kant maakt Henk Veerman, de man die over is gekomen van Heerenveen, zich op voor zijn officieuze debuut. Maar niet voordat de ploeg uit Deventer tot een van hun spaarzame kansen in die tweede helft komt. Klemvast de Keizer. En daar is Mimoun Mahi, de man die het veld verlaat. En nog veel belangrijker, het officieuze debuut voor deze Henk Veerman. De spits die gelijk aan het werk wordt gezet. Want daar gaat hij. Veerman met het schot. Een keiharde uithaal. Maar de vuisten gevonden van Job Schuurman. Stand dus nog altijd 1-1. Utrecht dat te veel druk zet. Met onder andere Boussaïd. En hier de invaller Mees Rijks. Dit kan hem zijn. Maar de bal wordt van de lijn gehaald door Jay Itzes. Corner blijft dan nog staan. Getrapt door Maher. Geen Van der Hoorn. Geen Rijks. Doefikas dan. Wordt dit zo'n scrimmage? Dat wordt het uiteindelijk niet. En zo eindigt Go Ahead Eagles tegen FC Utrecht dus in 1-1. En is dit na afloop de ene man die zoveel beleefde bij FC Utrecht. En de andere man die het shirt van de FC vandaag voor het eerst droeg. Kijk, als je er dan toch bij bent, dan kan je net zo goed even invallen, ja. Ja, dus René die belde jou op gisteren en die zei, Henk, je gaat gewoon spelen, jongen. Ja, ja. Nee, in principe mocht ik nog zelf kiezen. Maar als je dan toch een wedstrijd speelt, dan moet je maken dat je erbij bent. En hoe was het? Je kijkt een beetje om mee naar je teamgenoten, ze proberen je te bereiken. Ja, ja, het is vooral wennen. Wennen aan een nieuwe speelstijl, wennen aan nieuwe ideeën. En Hidde had daar zijn handen aan vol om te coachen en om het neer te zetten. Nu was het eigenlijk ideaal, want ik kon meteen aansluiten. Vanuit de trainingen van Heerenveen kon ik eigenlijk meteen aansluiten bij Utrecht. Dus dat was ideaal. En voelden sommige jongens van Utrecht zich nou nu al zo vrij om jou Henkie te noemen? Iedereen mag mij Henkie noemen als ze me aanroepen. Dat is goed. Heb je jezelf geïntroduceerd? Nee, als Henk. Als Henk. Maar ze mogen mij Henkie noemen, dat is oké. Hoe was het om het shirt te dragen? Geweldig. Geweldig, dus ik ben er blij mee.